Zullen we erbij komen van dat leuke huis met al die kleurtjes? Gaan we trekken ons even terug in het kasteel. Kijk, als ze nou zo doen, wat ik vind, zo. Ja, dan hoor je verschil, maar ze doen zo. En dan zo. Maar ik vind het leuk om de hele de filosofie van wat ik om daarover te hebben. Heb je de airdrop? Ik doe al heel lang radioprogramma's, sinds begin jaren 80 of zo. Radio 100 vroeger en zo in Amsterdam. En dat programma noemde ik Another Nice Mess, omdat ik ook Laurel and Hardy fan was. Zeggen dat tegen elkaar op een gegeven moment. Here's another nice mess you've got me into. Maar ik zag het ook als een soort uitleg van wat ik doe met zelfspot. Omdat ik heel veel culturen en muziek is vermeng en het niet heel duidelijk is wat ik doe, kan het voor sommige mensen een mess zijn. Maar het is nice. Dus daarom. En omdat er een radioprogramma was, iedere week is natuurlijk een nieuw radioprogramma. Dus Another Nice Mess. Zo is het oorspronkelijk begonnen. En ik heb dat eigenlijk zo gehouden, zo, dat ik het steeds wel leuk vind. Here's another nice mess you've gotten me into. Stop. Of zachtjes. Ik zet hem op stop. Nou, ik laat het draaien. Waar ik altijd mee bezig ben is optreden. Dus vooral ieder weekend ben ik weg. Morgen ga ik weer naar Duitsland. Vorige week was ik in Wenen. En, dus dat doe ik altijd. En meestal door de week ben ik thuis. Wat ik heel fijn vind om in mijn huisje te zijn, of ons huisje te zijn. En ik produceer zelf veel muziek. Dus op het moment ben ik bezig. Of die is eigenlijk al klaar. Ik heb al een dubplate daarvan. Een Tess nieuwe plaat, een 10-inch. Ode aan Marky Smith van The Fall. Die mijn grote mentor, moet ik dat zeggen. Sinds ik met muziek ben begonnen, eind jaren 70 tot nu. Als grote inspiratie is. Niet zozeer qua muziek, hoe ik dat allemaal goed vind, maar ook qua houding. Dus er komt binnenkort een nieuwe plaat uit en wordt een nieuwe clip opgenomen binnenkort. Ik wacht op de bongo's. Dat wordt nog steeds gestolen. De gaffa tape. Dat is de dubplate van mijn nieuwe plaat. Het is natuurlijk geweldig leuk als je iets maakt dat je meteen live kunt draaien. Voor mij is het belangrijk als het een beetje mysterieus en onduidelijk blijft. Het gaat meer om een hele context bij mij. Het is niet dat ik per se iets wil zeggen wat... Ik beschouw mezelf wel als politieke, idealistische muzikant, DJ, maar tegelijkertijd wil ik niet een boodschap overbrengen. Als er een soort boodschap is, dan is het meer van vrijheid of gebruik je eigen gedachten. Of loop niet achter de groep aan, of dat soort dingen. En ja, ik heb al 20.000 platen, dus ik zou wel menige retro set kunnen doen. Maar voor mij is het essentieel om weer Duits woord zeitgemäß te zijn. Muziek van nu te draaien, omdat dat ook iets zegt over de tijd waarin we leven. Ik wil in het nu zijn, dus 80-90% van mijn sets zijn gewoon nieuwe platen. De muziek is gewoon ontwikkeld en ik doe er weer andere dingen mee. Dus dat is voor mij heel belangrijk. Bij mij zie je nooit dat iedereen op dezelfde manier danst. Zoals bij een heleboel feesten, techno, elektrofeesten. Iedereen beweegt hetzelfde. Het is vast weer Duits. Vast militairisch of zo. Het is een hele soort groep. En bij mij is dat nooit. Zie je dat de mensen die helemaal doordraaien van euforie zijn mensen die een jas aantrekken en vertrekken. En dan toch weer terugkomen, dat het set ineens de andere kant op gaan. Of toch definitief wegblijven. Maar ik spreek de mensen heel erg individueel aan. Soms blijft wel eens een plaat hangen of zo. Maar als je dat dan meteen gaat herstellen, denk je, het gaat dan mis bij haar. Maar als ik hem dan 3 minuten zo laat lopen, denken ze dat de bedoeling is. En dat komt, is dat ook leuk, het is een loop. Hè? Het is een hele dure loop die ik heb gemaakt. Wat ik ook vaak doe als ik ergens ben in een stad, in Wenen of in Zurich, waar je hele goede platenzaken, koop ik nieuwe platen en die
vind ik dan, voor mij is het extra leuk om die s'avonds meteen in mijn set te doen, terwijl ik de plaat eigenlijk helemaal niet zo goed ken. Maar vaak zijn dat de beste mixen. Omdat, ja, ik weet niet, dat merkt het publiek soms ook. Dat ik dan eigenlijk op de toppen van mijn kunnen zit, of wat ik probeer, en dat gaat ook perfect dan vaak. Terwijl ik de plaat eigenlijk niet goed ken. Hoe werk je pick-up? Nou ja, hij zegt dus, ik heb ook wel bandjes met interviews met hem. En één keer zegt hij, you're probably right, Marcella. Dus dat vind ik een grote eer. Dat begint de plaat mee. Well, you're probably right, Marcella. Yeah, yeah. Probably right. Ja, ik heb dus weinig regels in die zin, als ik optreed of als ik muziek maak, van hoe het hoort. Het enige waar ik op afga is mijn smaak. En, maar de enige regel die ik wel heb als ik optreed, is dat ik met platen draai, met vinyl. Dus af en toe moet ik platen poetsen. Ik ben er wel voorzichtig mee, maar ja, het zijn gewoon voor mij ook gebruiksvoorwerpen. En dat ik met 3 pick-ups draai, wordt er heel snel gewisseld. Dus... ja, krassen krijg je natuurlijk niet uit, maar stof wel. Ja. Dat doe ik dus ook met de hand. Want je hebt ook okinokies. Okay. Dat is een heel apparaat van 500 of 600 euro. Dat is een soort pick-up en daar kun je het ook mee doen. Maar ik vind het echt dan ook leuk om met de hand te doen. Deze beweging. En dan even laten uitdruppen. Dit zijn allemaal geluidenplaten. Dus hier gebruik ik heel veel. Want voor mij is vaak denk ik publiek dat ze 1 plaat horen, maar dan horen ze dan 3 tegelijk. Dat voor mij is dat altijd heel leuk. Linkshandigen doen het zo. Ik ben heel veel op reis en ik ben heel graag in ons huis. En dat zie je hopelijk ook in de film als we op andere plekken komen. Dus ik heb niet echt een favoriete plek. Ik ben graag in het water. Misschien was ik in een vorig leven vis of semi-min of zo, ik weet het niet. Ja. Ik ben heel graag in het water. Overal waar ik speel, ik heb altijd mijn bikini of badpak bij me. En als het kan, springen in het water. Have you ever sniffed the coke or smoke a crack a pipe? No. Have you ever raped a woman or molest a child? No. Have you ever pick a gun and take somebody's life? No. Me coulda never ever, no matter what the weather. Have you ever been a racist against black or white? No. Have you ever come a party just to start a fight? Voor mij moet muziek of kunst of zij moet zich altijd door blijven ontwikkelen en moet je nooit in de comfortzone blijven. Want ik ben al een heel wat verschillende scenes heb ik meegemaakt in mijn leven. Ik ben begonnen eind jaren 70 als de eerste punker van Maastricht. Maar al heel snel worden aan zich revolutionaire scenes, zoals punk was of misschien techno was in het begin, wordt een soort conventie waar iedereen zich weer hetzelfde gedraagt. En ik probeer dat altijd, dat was ook misschien een reden dat ik dingen door elkaar ben gaan draaien. Dat je toch iets anders creëert. Voortdurend moet er iets anders gecreëerd zijn. En ook dat het publiek nooit weet wat er gaat komen. Dat als op een gegeven moment iedereen danst, niet mijn eerste neiging is om dat soort muziek te blijven draaien. Maar dan juist dan het andere kant op te gaan. Want dan kijken wat er gebeurt. En vaak gebeurt dat dan ook de laatste tijd of de allerlaatste jaren. Als mensen daarvoor openstaan, is het juist des te leuker.